dat je strota man. Tegen dat je een VP hebt die dingen laten vernietigen. Betaal ervoor. En als je ervoor betaalt, dan ga je kwijt was het ook. Dus ik denk dat een systeem is. Maar als het iets anders is, dat weet ik niet. Maar als het gaat over apparatuur die vernietigd zijn, dan is het op zijn plaats dat hij betaalt voor die dingen dat hij naar huis gaat. Ja, dat is een was zo man voor Wansani en we put die gisteren aan een man, want hoe je het geeft of draait, die man is vicepresident geweest. En ik vind het een beetje, die is een drang op in zware. Want als je bij voeren, bijvoorbeeld heb je gestolen, je valt een beetje probleem, als je na school zo opvangt, dan is zo zo dat hij dan met elkaar sluit hem op. Ja. Maar voor apparatuur, laat hij betalen voor die apparatuur. Maar ik wil niet in de schoenen van de PK gaan staan. De PK, de man dat naar de man zang, die man potie voor handhaaf aan wet en recht en die pas toe. Maar ik vind het ook toe of de leider van gewoon dit takje. Want vicepresident, ex-vicepresident, ik denk geen behandeld.